gezellige mensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kent je het programma onderweg? Ja. Ja? Ja. Zelf gebouwd? Nee. Niet? Nee. Wat leuk. Ja, leuk hè? Ja. Ja. Maar je ziet een fervent liefhebber van dat merk? Ja. Weer een busje, weer een meer van die busjes gehad en de zoon heeft er nog een eentje. Maar deze duidt het nog? Ja. Ja? Nou, nog als het kan. Als geen corona is, gaan we dan weer op vakantie. Kijk. Ja, als geen corona is, hè. Als geen corona is. Meneer Ensink, ja. Als ik u zo hoor praten, ja. Dan bent u geen volbloed Sheng, of wel? Nee. Een tukker. Een tukker? Ja. Oh, dat is leuk. We hebben... Ja, ja. Is alweer een tijdje geleden. Frank, daar was ik ook bij. Hadden we ook een tukker. Ja, ja, okay. die man noemde ons Godenzonen. Weet je dan nog waar het? Godenzonen. Maar dat was wel een hele leuke, dat was een hele leuke tukker. Maar eigenlijk zijn alle tukkers leuk, denk ja. ik. Hè? Ja. Alle Oosterlingen zijn leuk. Hier wonen gezellige mensen. Ja, ja. Ja, wij nemen dan altijd graag de proef op de som, hè? Ja, zeg het eens. Nou ja, hoe gezellig bent u? Ja, heel gezellig. Ja? Ja. Wat maakt het gezellig voor u, het leven? Ik heb een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen. Oh ja, dus dat is hier altijd gezellig. Zitten de kleinkinderen daar wel eens in? Nee, die zitten in de serre altijd. Nee, die zitten altijd in de serre. In de serre? Oké. Okay. Hé, maar hoe lang staat dit ding er al? Oh! Serieus? Ja, dat zou wie nou 20 jaar staan. Hoe kom je aan zoiets? Dat speelt het wel. Een speeltoestel voor kleine kinderen. Vroeger stond dat in het kinderdagverblijf. Is afgekeurd. Eerst hou oude. Dat het wel een keer was. Want als ik. Ja, precies. Want als, ja. Als ik even zo kijk, dan. U past er niet in, hè? Nee, alleen voor kleine kinderen. Mag ook geen kinderen meer in, eigenlijk. Want dan heb je meteen een plank van je kop. Volwassen maar. Ja. En dan denk ik, we meer aan tegelen dan aan Maastricht. Ja. Normaal in de zomer staat hij vol met geraniums. Oké. Okay. Staat hij vol met bloemen. Hij staat ook iedere keer op internet. Iedere keer als mensen langslopen, dan draaien ze zich om en dan gaan ze foto maken. Dan zien geregeld mensen teruglopen. Al is iemand aangebeld, zoals wij? Ja. Ja? Ja. Zo van, kan ik hem kopen? Nee, mag ik een foto maken? Bellen mensen daarvoor aan? Ja, geregeld. Wij hadden een altijd foto een ander busje staan en dan wou ze samen met de bus op de foto. Dat is een T2 bus en een T1 bus. Met die van die venstertjes wat je openzet. Die ken je niet. Ja, die ken ik wel. Ik zal je laten zien. Ja. Oké. Ja, ik heb een foto hier. Kijk. Ja, die ja. Die. En dit is waar de zoon nu in rijdt. Die is blauw, die heeft in dezelfde kleuren. Maar heeft u die nog? Nee, die heb ik al. Ja, anders moet alles buiten zetten. Ja. Oh, wat jammer. Ja. Dus, maar de zoon heeft die nog? De zoon heeft deze nog, ja. En die hebben we verkocht, die loopt nog. Die heeft zelfs SBS gehaald, ooit. Echt waar? Ja, met 60 jaar Nederland. Leuk hoor. Goh, en dan sliep u achter in de bak? Nee. Nee, maar vroeger hebben we een tent. Maar we zijn iets ouder, dus we hebben een camper gekocht. Nee, vroeger hebben we een tent. En een tent erop. Daar alles achterop en dan op vakantie. Hey, en vroeger waren er nog insecten, hè? Dus die, als je dan op de snelweg reed of zo, dan kwamen die zo via die ruitjes naar binnen. Ja. Maar ik neem aan dat ze dat ooit bedacht hebben voor een soort van koeling in de cabine, of niet? Ja, voor frisse lucht in de cabine, zo zeker. Dat geloof je niet. Jawel, ik geloof dat meteen. Ja, maar ik vind het gewoon te gek. Dat soort simpele uitvindingen, weet je wel? Die... Nou, we hebben nog een hele oude binnenstammer. Die staat binnen, die staat helemaal afgedekt. Wat? Zo'n bus? Chevrolet. Ja, nee, dat is dan vloek in de kerk, hè? Of niet? Vind je dat? Ja, als u meer van de... Niet. Ja, ja. Als u meer van dat, als u meer van dat Duitse merk bent, dan... Nee, maar... dat is niet meer gebonden. We hebben ook al Fiatjes 500 gehad. Oh, oké. Okay. Dus je bent... Oké. Okay. Ja. Ja.
is alleen voor de hoofdzakelijk voor de repareren, reviseren en dan eindelijk doen ze dan weer weg. Oh, u bent een handige Harry. Ja. Ah. Ja. Wat heeft u altijd gedaan dan qua werken? Bij Sona. Pardon? Jeugdzorginstelling. Oh, sleutel je daar ook? Als huismeester. Als huismeester. En daarvoor in de jeugdzorg in de gevangenis. Jeugdgevangenis. Ja, dat is gesloten, hè? In kadier een keer is dat. Maar dan had je met de boefjes niet zoveel te maken als huismeester? Nee, als huismeester niet. U maakte alles wat zij kapot maakte? Ja, een dagtaak aan, hè? Daar had je echt een dagtaak aan. Is dat ook de reden waarom de tukker uiteindelijk naar Limburg gekomen is? Het werk? Ja. En op Sint-Jozef, op de voogdij, daar waren allemaal tukkers. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met kadier een keer. In die voogdij van vroeger, daar zaten allemaal tukkers. Allemaal. Waarom zaten er allemaal tukkers dan? Ja, geen idee. Die zijn hier terechtgekomen. Dat is een congregatie van het geloof. Op die manier? Ja, en die hebben hier het Sint-Jozef gebouwd. En toen zijn ze, in de oorlog is dat nog eens een keer weer helemaal hergestructureerd. En later was dat internaat geworden. Dat is een opvoedingsinternaat geworden. En nu is het helaas gesloten. Daar zitten volgens mij asielzoekers in. Maar dat was een soort van tukker-enclave in Limburg? Ja. ja, echt hè? Maar, grappig. Ja, dat kon ook alles. Maar heeft u nog contacten met tukkers die ook daar gezeten hebben? Zo hier die zijn bijna allemaal of terug naar Nijmegen. Daar zit een rusthuis in Nijmegen, een heel groot rusthuis. En die zijn allemaal naar daar gegaan. Okay. Nee, daar zit geen broeders meer in. Nee. Er zal nog één of twee broeders lopen hier. Maar... En bent u dan ook getrouwd met een tukkerinnetje of met iemand van... Nee, in Belg. Toch niet met die mevrouw, hè? Dat is die mevrouw. U hoort bij deze leuke meneer. Ja. En als je die dan samenvoegt, dan krijg je een paar leuke. Bent u dan ook gezellig? Ja. Dus, maar waar heeft u die leuke mevrouw gevonden dan? Heel ver weg, in Oostenrijk. In Oostenrijk? Ja, was dat... Ja. Had u toen zo'n leuk busje bij u? Nee. Daar hou nog geen busje bij. Nee. Oké. Okay. En mijn schoonmoeder had gedacht van, die komen één keer, helaas. We zijn blijven plakken, hè. Blijven plakken? Ja. Maar hoe ging dat dan? Was u op vakantie in Oostenrijk? Ja. En was dat ergens boven op een berg of zo, dat u hem zag? Ja, op de camping. Oké, en u was daar met? Met mijn ouders. En wij waren daar met vrienden. En die hebben gedacht, nou dat is maar één keer, maar helaas. Nou ja, helaas. Helemaal niet helaas. En u bent van België? Ja. Van welke contreien? Lonneke. Oh. Dat is eigenlijk ook Limburg, hè? Ja. Alleen net over de Peul. Ja. En wie oud wordt je toen op die camping? 18. Ja. En hoe oud was u? 25, 26, okay. Dacht ik. 24. Ja, man. Koos je hem verstaan? Ja. Nou, ging wel. Leuk als mijn schoenenmoeder belde. En die vroeg dan, ja, wie is het? Ja, met Henny. Ja, wie is het? Die vroeg natuurlijk van, ja, hoe gaat het? Ja, met Henny. Nou, hier heb ze de telefoon. Kon u haar verstaan? Ja, als ze in haar moerstaal... Ja. Want je sprook wel plat, vroeger toes. Ja. Mestreeks, ja. Ja, gewoon hè, Belgisch. Ja, Belgisch, ja. Nee, maar wel Limburgs. Ja, ja. Ja. Ik stel die vraag heel duk, maar aan mensen die zich al heel lang kennen, maar ik vind het gewoon een leuke vraag. Wat vond je nou leuk aan hem toen, op die camping? Mocht dat echt zeggen? De vierkantige patatten. Jullie kookten met de vrienden. Ja. En u schilderde aardappels. Zo, vierkant. Hop. Klaar. Ja, dat is het snelste. Oh, wat leuk. Ja, toen was het al leuk. En wat vond u nou zo leuk aan haar? Een Belsje, hè. Een Belsje. Ja, dat is wel een gerust. Dat bleef ook zo, hè.
We gaan ook niet meer terug. Nee. Ja, ja. Ja, als je hier zo lang woont. Ik woon hier 35 jaar, 38 jaar. Bent u gepensioneerd inmiddels? Nog niet. Nog niet? Nee. En van mazzel dat u thuis bent. Ziek. Oh, moet ik een stapje terug doen? Nee. Nee, oh. Nee, lichamelijk gaat niet meer. Oké. Okay. Als je daar aan gewerkt hebt, is het op. Dus de slijtage zit erop? Ja. Hmm. Ja, meer dan 40 jaar gewerkt, hè? Toch? Vanaf 15 jaar, 16 jaar. Maar u kunt nog wel een, u kunt nog wel een campertje besturen? Ja, besturen nog wel, ja. Oké. Okay. Repareren door de zon.